laat ik zo zeggen, is niks veranderd. Behalve dat hij in de zijkant en gewoon de boorden staan. Ja, hij is gewoon hetzelfde. En hij voelt als thuiskomen, inderdaad. Hè? En hij zit nu in een fase. De komende 8 weken gewoon ongelooflijk belangrijk. En iedereen weet wat de doelstelling is. En daarbij gewoon de voorbereiding, keepers, heel belangrijk. En daarbij wil ik gewoon helpen. En dan zullen we zien. Ja, want de reden waarom je hier bent is natuurlijk iets minder prettig. Want Wilfried Broekhuis uitgeschakeld. Ja, je hebt altijd heel goed met hem gewerkt natuurlijk. Ja, natuurlijk. 8 jaar. Fantastische jaren gehad met Wilfried. Hè. Veel geleerd van hem. En natuurlijk allemaal wat gebeurd is met hem, dat is ongelooflijk. Weet je, dat is gewoon heel triest. En prioriteit 1, nog steeds, dat Wilfried gewoon zo snel mogelijk terugkomt. En daar, dat weet iedereen, hè? Dat gunnen wij, de familie, Wilfried zelf, is ongelooflijk belangrijk. Ook voor de club, hè? Hij is meer dan 25 jaar gewoon hier werkzaam, gewoon een steunpilaar van NEC. Dus dat is ongelooflijk belangrijk, dat heel goed loopt alles. En iedereen weet, dit is tijdelijk voor mij. Ik heb dit gewoon graag gedaan, ik wil daar graag bij helpen. En ongelooflijk blij met deze kans.